Goedendag, welkom bij een nieuwe video van Analyst Pro. We bekijken in deze video in het kort naar de rendementen van de AEX-aandelen. We gaan hiervoor naar de aandelenrendementspagina. U ziet hier op deze pagina bijna alle aandelen wereldwijd die we kunnen sorteren op basis van het land, uiteraard, maar ook op basis van indices, sector of valuta. We gaan hiervoor naar de Nederlandse beurs, dus we zoeken Nederland op. We zien trouwens, ik zal het even aanduiden, dat het gemiddelde rendement van de mondiale aandelen dit jaar nog maar een klein percentje onder water staat ongeveer. Dus het lijkt erop dat wereldwijd heel veel van het COVID-leed op de beurzen, waar we begin maart, april enorme verliezen zagen tussen de 20 en de 30% zelfs per land, dat het helemaal weer weg is gecorrigeerd blijkbaar. Dus, het lijkt op dat financiële markten toch weer hoopvol naar de toekomst kijken en dat de enorme beurscrashes van maart en april toch echt gewoon echt pure paniekmomenten waren en overdreven toestanden lijkt achteraf. Want als we nu kijken naar het rendement, ja, dan zien we gewoon een vlak rendement van een licht minnetje voor het mondiale aandeel. Maar goed, als we verder inzoomen op bijvoorbeeld de Nederlandse aandelen. Het Nederlandse aandeel staat dit jaar toch nog steeds 15% in het rood. Wanneer u 10 jaar geleden het Nederlandse aandeel had gekocht, dan staat hij op een rendement van 53%. Dat klinkt natuurlijk heel hoog, maar goed, als we dat internationaal vergelijken, is het toch echt voor slechter dan de ons omliggende landen en ook in Amerika, maar ook bijvoorbeeld de Scandinavische aandelen of ook diverse Zuid-Europese landen hebben het gewoon beter gedaan dan Nederlandse aandelen. We kijken bij dit overzicht in dit geval naar de AEX-aandelen. Het zijn natuurlijk de grootste aandelen van de Amsterdamse beurs, dus de grote namen zitten erin. Je ziet hier dat gemiddelde rendement goede 11% bijna onder water is, year-to-date, dus sinds begin dit jaar. Dus we kunnen spreken over ongeveer de eerste 6 maanden van 2020. Koers zit bijna 11% in het rood. We kunnen de aandelen sorteren op basis van het rendement year-to-date. Ja, zoals verwacht, ook al een tijdje is Unibail Rodamco de enorme koploper in negatieve zin op het Damrak. De koers is bijna 60% gedaald. Eerder zagen we in dit lijstje ook Fugro staan, maar die is toch weer wat hersteld. Want die staat niet meer bij de meest grote dalers. Maar de grote dalers zie ik natuurlijk nog wel ABN AMRO, waarvan de koers ook gewoon in twee is gegaan dit jaar. Shell natuurlijk ook heel slecht voor beleggers, op 10 jaar basis gesproken. Wanneer u het aandeel dus in 2010 juni had gekocht, zat hij op een verlies van 26%. Dit is natuurlijk wel excessief dividend, maar goed, dividend is ook weer wat afgenomen, zelfs voor het eerst dit jaar. Dus dat is maar een klein doekje van het bloeden. Dit jaar staat het aandeel Shell ruim 41% lager. Andere verliezers zijn ING, ArcelorMittal, Egon, dat zijn eigenlijk de bekende grote namen. Toch zien we ook Alberts bij, Randstad zien we erbij. Dus er zijn flinke beursdrama's. Als we de lijst verder sorteren, bijvoorbeeld nu van de winnaars aan kop, dan zien we eigenlijk weer toch een wat vrolijker beeld voor het handje vol winnaars wat het dan is. Adyen is daar in de AEX-index al een tijdje de grootste winnaar. Het aandeel zat over vorig jaar gesproken, van dus begin 2019 tot eind 2019. 160% staat het aandeel hoger en dit jaar, year to date, staat ook op bijna 70% hoger. Dus een extreem fors rendement. Verder zien we dat nummer 2 in dit lijstje ASML is. Het aandeel staat ook alweer 22% hoger dit jaar. En het maakt eigenlijk weinig uit wanneer u dat aandeel heeft gekocht over de afgelopen 10 jaar. Wanneer u het aandeel 10 jaar geleden had gekocht, had u het rond het laagste niveau ooit gekocht. In ieder geval op 10 jaars basis. 1200% is het aandeel gestegen sinds 2010. Maar ook in 2011, ja, en alle jaren daarna, heeft het aandeel gewoon dubbelcijferige rendementen laten zien. Het aandeel koerst nu alweer boven de 300 euro. Dus het is in onze ogen ook niet uitsluiten dat het aandeel binnenkort een koerssplitsing zou doen, een aandelensplitsing, om het weer iets liquider te maken. Want ja, we zijn natuurlijk echt fan van het schrijven van opties, put-opties en call-opties schrijven. Dus als je een put zou schrijven, ASML, moet je natuurlijk wel in dit geval 100 aandelen uiteraard, 100 keer 300 euro, 30.000 euro paraat hebben.
Er worden al gelijk hele forse bedragen. Dus dat zien we ook wel dat daarom de optiepremies, omdat ze. Ja, er gaat goed enorme kapitaal bedragen. Dat die optiepremies ook weer wat. Of je wil de liquiditeit ervan wat terugloopt. Dus als u opties wilt schrijven, is het natuurlijk veel interessanter om dat te doen met aandelen die nominaal die niet zo heel erg hoog staan. Dus denk bijvoorbeeld dan aan Shell of aan een Philips, wat ook wat een hoge impact fertility heeft. Maar goed, daarover meer in een andere video. We zien verder bij de lange termijn rendementen een hoop lege velden staan, want zijn er gewoon nieuwe aandelen dit. Bij de winnaars zien we dus Prosus ook. Natuurlijk wel een oud bedrijf, maar het aandeel staat pas sinds kort, of heel erg kort, op de beurs van Amsterdam. Adyen is natuurlijk een nieuwkomer. IMCD pas ook pas een jaar of vijf op de beurs. Just Eat Takeaway, dat is ook een enorm succesverhaal, maar het aandeel staat ook pas amper 3 jaar op de beurs. En wie het aandeel Just Eat van Jitse Groen had gekocht 3 jaar terug, zat toch ook zeker 264% in de plus dit jaar. Dus dat is een astronomisch rendement alweer. Maar goed, dat was ongeveer het lijstje met de winnaars. Een andere winnaars is nog maar DSM, een van de weinigen dus nog. Aandeel staat net 3,5% in de plus. Dus het is maar een mager lijstje met winnaars op de AEX. En vooral omdat de AEX natuurlijk kapitaalsgewogen is, weegt het forse verlies van Shell natuurlijk heel hard, heel zwaar op de index. Maar goed, er wordt wel weer gecompenseerd door ASML, wat weer de meest zwaarwegende ondertussen is. Die heeft het stokje overgenomen van Shell. Bij de volgende video gaan we in op de Dow Jones aandelen.